Dit aardbeien yoghurtijs is heel erg makkelijk om te maken en fantastisch lekker van smaak. Daarvoor pureer je eerst de helft van de aardbeien. Dat kun je doen met een staafmixer of je kunt het pakken met de vork. Vervolgens gaat dit in de schaal. Daar gaat suiker bij en vervolgens de gecondenseerde melk. En dat roer je goed door elkaar. Dan gaat de Griekse yoghurt erbij. Dat schep je er rustig doorheen. Wanneer het een homogeen mengsel is geworden, dus er geen echte klonten meer in zitten, dan gaan de kleine stukjes aardbeien erbij. Dat schep je om. Dat stort je in een schaal. En vervolgens gaat het tenminste 4 uur in de vriezer. En af en toe schep je dat om. En dan heb je een heerlijk, makkelijk ijsje, aardbeien-yoghurtijs.